sta hier in IJmuiden met Martin Kooijman van Winsys. Hij nam mij eerder al mee naar zijn datacenter, maar ook naar de grootste zeesluis ter wereld. Martin, wat doen we hier nu bij deze bunkers uit de Tweede Wereldoorlog? Oude technologie bekijken, want dat is natuurlijk waar het op neerkomt. Vroeger bouwden de Duitsers deze bunkers om goed beschermd te worden. Natuurlijk tegen de aanvallen van de geallieerden. Dikke muren, staal, en daar kwam je natuurlijk niet zomaar doorheen. En de vorige keer nam ik je mee naar een plek waar wij centraal in het middelpunt stonden, waar de snelheid van data belangrijk is. En vandaag ga ik het natuurlijk hebben over de bescherming en de functies van deze data. Maar je vertelde dat je altijd via de cloud bij je data kunt, toch? Zolang die data natuurlijk ook echt in de cloud staat. Maar helaas kom ik zeker bijvoorbeeld in de maakindustrie nog situaties tegen waar de lokale servers staan. Dus ook vaak lokale data, lokaal systeembeheer. Dus er moet heel veel gebeuren om de lokale infrastructuur te beschermen en te onderhouden. Daar maak ik me best een beetje zorgen over. Oh ja? Ja, eigenlijk net als bunkers was er toen ook geen aanleiding voor om verder te kijken. Er werd goed systeembeheer uitgevoerd op de lokale infrastructuur. Het werd goed beschermd. Dus waarom zou zo'n bedrijf dan naar de cloud gaan als alles toch goed functioneert? Ja, want deze dikke bunkers met staal, die beschermen toch voldoende, zou je zeggen? Ja, dat klopt. Dat is precies hetzelfde wat de systeembeheerder eigenlijk nog steeds soms denkt. Dat het lokale beheer en onderhoud voldoende is om je te beschermen tegen alle aanvallen die er nu zijn. De aanvallen die natuurlijk vanuit alle kanten komen op alle mogelijke manieren een inbreuk kunnen maken op jouw omgeving, op jouw privédata en de zakelijke data. En tegenwoordig praten we met een moeilijk woord over digital imperative. En eigenlijk is alles verbonden met de cloud. We zijn gewend natuurlijk om bijvoorbeeld de weersvoorspelling te kunnen zien op ons mobieltje en dan te weten wat er morgen gebeurt. Maar we willen eigenlijk ook weten wat er gebeurt met de windmolen die op zee staat, waar je niet op dat moment direct bij betrokken bent. We willen weten of een scheepsmotor onderhouden moet worden, voordat die elke keer lokaal geïnspecteerd moet worden. Ja, maar je hoort wel vaak dat de cloud dan niet snel genoeg werkt. Dat was vroeger natuurlijk ook zo. In de tegenwoordige tijd hebben we 5G-verbindingen, we hebben snelle glasvezel. We hebben allerlei mogelijke manieren om bij de cloud te komen. Ook als je eventjes geen toegang hebt tot de cloud, heb je je data toch beschikbaar. En daarin hebben wij ons ook gespecialiseerd. Om zowel die software als die data op een andere manier beschikbaar te maken dan de systeembeheerder die zich alleen maar richt op het lokale beheer en onderhoud. En hoe doen jullie dat dan? Nou, we gebruiken eigenlijk ons datacenter. We gebruiken natuurlijk de cloud van Microsoft onder andere en die combineren we. Dus we gebruiken steeds slimmere technologie om de data en applicaties beschikbaar te maken voor jou als eindgebruiker. En wat bieden jullie aan? Eigenlijk bieden wij aan een totaaloplossing. Dat kan al voor 35 euro per maand. Dat noemen we met een mooi woord cloud lease. Natuurlijk hebben we ons huidige concept live bedrijf, waarbij we in het bedrijf gaan kijken wat er echt nodig is en daar een vast bedrag per maand voor organiseren. We organiseren dus de hele cloudoplossing, het beheer en onderhoud dat er nodig is, de 24 uur per dag ondersteuning en het meedenken. Dat is natuurlijk net zo belangrijk. Ja. Mensen willen tegenwoordig opgeleid worden en ook begrijpen hoe ze die cloud het beste moeten benutten. We houden het dus op die manier betaalbaar, maar we zorgen ervoor dat op die manier gekeken kan worden naar het totaalconcept. En niet alleen maar naar de licentie of het beheer en onderhoud. Maar als ik het goed begrijp, zijn de bunkers die we hier zien dus ja, overbodig geworden. Dat is een mooie metafoor, want alles wat je hier ziet is natuurlijk hele mooie oude technologie waarin je goed beschermd en goed veilig zou moeten kunnen zijn. Maar dat past totaal niet meer in de tijd waarin we vandaag de dag leven. Het moet sneller, het moet beter, het moet veiliger en het moet natuurlijk ook wel een beetje betaalbaar blijven. Helder, dankjewel Martin. Graag gedaan. En wilt u thuis nou meer weten over goede beschermde IT-omgevingen, dan weet u Martin van Winsys uiteraard te vinden. Ik ga denk ik nog even een rondje lopen hier. Ga je mee?